sommige huizen en plekjes, daar ga je echt voor in het diepe om te laten zien dat dit echt schitterende plekjes zijn. We hebben nu weer iets, dat is een eigen compleet wellness resort. Ja, en dat kan je maar op één manier goed laten zien door zelf te ervaren hoe mooi dat wonen is. Het is goed koud. Ja, een heerlijk zwembad. Verwarmd en al. Nu helaas niet. Maar elk business. Sauna erbij. Daar ga ik straks van profiteren. Maar dit plekje met 3500 meter grond. Het hartje van de Veluwe. Zicht op kasteel Staverden. En je woont hier helemaal vrij. Een zwembad bij je huis. Een weiland achter het huis. Ja, het is uniek. Ik ga ondertussen even opdrogen. In de sauna. Kijkt u alvast vanuit het beeld, vanuit de lucht, hoe mooi plekje dit is. Ja, je hebt echt de ruimte hier om heerlijk, nou, ik zou zeggen, te recreëren op je eigen woonadres. Want je hebt dat zwembad, het wellness. Hierachter heb je een speeltuin, als het ware voor de kinderen, met een compleet voetbalveld. Waar je fantastisch de vrijheid hebt hier. De zonnepanelen liggen hier. Daar nog een stakerven, dat is een mobiele, op wielen, dus kan eventueel verplaatst worden. Daar nog een oude paardenstal, want dit was vroeger een paardenbak. Ideaal natuurlijk als u wat kleinvee heeft, een pony of een paard hier bij huis wilt houden. En je kan op drie manieren hier het terrein verlaten. Hierachter loopt ook nog een pad. En dan loop je zo schitterend het buitengebied in. Want over de locatie heb ik het eigenlijk nog niet gehad. Maar dat is, nou ja, hoger dan een 10 kan niet. Maar het heeft echt een 10. Want je woont hier schitterend in de natuur. Kasteel Staverden is eigenlijk op loopafstand. Dat zegt al genoeg. En de natuur hier, dat heb je hier echt letterlijk als je het terrein afloopt. Direct begint het daar. Oh, hey. Hey. Laag. Ja, en ook voor de dieren is die natuurlijk een walhalla. De ruimte, dat heb je hier volledig. Dat geldt ook voor in het huis, want het zijn dus eigenlijk twee huizen schuin achter elkaar gebouwd met enorm veel ruimte. Het achterste gedeelte heeft beneden een prachtige woonkamer, 5 slaapkamers maar liefst op de verdieping. En het huis aan de voorzijde heeft maar liefst 2 slaapkamers beneden en boven ook nog 3 slaapkamers. Dus er zit dus echt enorm veel ruimte in. Veranda achter het huis aangebouwd, waardoor je dat buitenleven heel mooi ervaart natuurlijk. En ik zei het al, die locatie, zo prachtig, over de Veluwse weilanden wegkijkend, waar de herten dus 's avonds gewoon doorheen rennen. En tussen de bomen door ontwaar je het kasteel Staverden. Zo'n prachtige plek is dit dus. En daar staat deze woning. En eigenlijk van het oorspronkelijke bouwjaar is niet veel meer herkenbaar, want het is 2 keer groots gerenoveerd in 2006. En later in 2009 is compleet het dak vernieuwd, nieuwe dakkapel opgekomen, dakisolatie, nieuwe dakpannen. Ja, en dus ook later nog de zonnepanelen. Heel veel ruimte, heel veel mogelijkheden, dus ik laat u niet alles zien. Daarvoor moet u in werkelijkheid komen kijken. Maar ik geef u vast een voorproefje. En als u het terrein opkomt, dan ziet u eigenlijk nog niet de diepte van het terrein. En al de mogelijkheden die er zijn, die ik al heb laten zien. Deze grote schuur bijvoorbeeld. Daar de carport voor 5 auto's. En daarachter is dus het zwembad, de sauna en het weiland. Maar eerst nu het voorhuis, om het maar zo te zeggen. Ja, dus bij binnenkomst in het voorhuis komt u in de hal, het toilet, de kelder. Er zijn hier 2 slaapkamers en een douche met een wastafel. Die laat ik u in werkelijkheid zien. Waar is de woonkamer? Ja, bij binnenkomst van de woonkamer valt direct op, dit is echt een zitkamer, want de woonkeuken is apart met het eetgedeelte daar. Airconditioning vindt u hier, dubbele beglazing, houtkachel hier centraal, heerlijk natuurlijk. Mooie lichte woonkamer door de grote raampartijen. Ook natuurlijk vooral niet alleen licht, maar ook het uitzicht. Want als je hier op de bank zit, dan kijk je zo naar de weilanden aan de overzijde. Ja, het heeft dus echt heel veel ruimte. Een grote zitkamer hier en een royale woonkeuken. Die is dus aangebouwd. Heeft dus ook vloerverwarming hier. Heel veel ruimte. Airconditioning vind je hier ook. Ruimte voor een eethoek. Wat losse apparatuur. Heel veel vaste opstelling met inductiekookplaat. Een heerlijke ruimte waar je ook hier prachtig zicht hebt op de achtertuin en aangrenzende deur hebt naar de veranda die aangebouwd is. De plattegronden geven een goede indruk hoe het huis verdeeld is.
Hier achter mij zitten we bijvoorbeeld de bijkeuken. Met ook tevens een doorgang naar het achterhuis, nummer 4A. Dus je kan het binnendoor bereiken. Dat kan je ook dichtzetten uiteraard. En vanuit de woonkeuken gaat u zo heerlijk de tuin in. Want dit is als veranda een verlengstuk eigenlijk van je woonkamer en je woonkeuken. Heerlijk zit je hier overdekt. De hot tub erbij. Een heerlijke plek om te verblijven. Je hebt heel veel privacy hier. Kijkt op het groen, de Veluwe. Niemand die je ziet zitten en je geniet hier echt met hoofdletters. Ja, terug vanuit de hal is natuurlijk een trap naar de eerste verdieping bij het voorhuis. Er zijn totaal 3 slaapkamers, waaronder de oude slaapkamer hier aan de voorzijde. Ja, logisch natuurlijk, want als je zo wakker wordt met dat uitzicht, dan wil je hier graag aan de voorkant slapen. De hele bovenverdieping is in 2009 dus compleet vervangen met een nieuw geïsoleerd dak. HR++ beglazing. Net de afwerking met onder andere ook hier de badkamer. Het is een neutrale badkamer met een dubbele vaste wastafel, een lichtbad, toilet en een douchecabine. En vervolgens zijn er nog 2 slaapkamers. En vanuit de overloop is er natuurlijk nog een infrarood saunacabine. Tevens ook een doorgang naar het achterhuis, als je dat zou willen. Is nu dichtgezet. En totaal dus 3 slaapkamers op deze verdieping, waarvan dit de tweede grote slaapkamer is met een dakkapel aan de zijkant. Ja, en dus vanuit dat voorhuis gaan we naar het achterhuis, als ik het zo mag noemen. Nummer 4 en nummer 4A. Het is dus volledig gescheiden van elkaar. Mooie ruimtes. En hier kom je dus bij de entree van het achterhuis. Wat dus aan de achterzijde is gesitueerd. En hiernaast de grote schuur heeft. Ja, bij het achterhuis nummer 4A komt u binnen in de centrale hal. Met toegang naar de woonkeuken en naar de woonkamer. Daar is een grote inbouwkast, voorraadkast. En hier natuurlijk een toilet. Ja, en ook dit is een indrukwekkende ruimte. Dit was vroeger ooit een schuur. Dat is in 2006 een compleet nieuwe fundering gelegd met een geïsoleerde vloer. Met vloerverwarming ook. Later natuurlijk het dak compleet vernieuwd. Dubbele beglazing vindt u hier ook. Een hele mooie ruimte. En dit is ook eigenlijk gewoon heerlijk dat je hier een groot zitgedeelte hebt. Een groot eetgedeelte vlakbij de woonkeuken. Airconditioning hebt. Een houtkachel. Ja, en natuurlijk dit als verlengstuk van je woonkamer. Ook hier weer een veranda. Logisch natuurlijk, want zo'n plek, dat moet je natuurlijk elk seizoen ervaren. En dat kan ook met zo'n veranda heel goed. Ja, mooie lichte ruimtes. Lekker open. Veel raampartijen voor het zicht natuurlijk. En hier half open ook de keuken. En dat is ook een heerlijke plek waar je even snel kunt ontbijten aan deze bar. Veel kastruimte hebt. Inductiekookplaat. Vaatwassen vindt u hier. En hier achter mij, dat is de deur naar de bijkeuken. Naar het voorhuis. De verbinding. En via die deur gaan we weer naar boven toe, want daar zijn maar liefst 5 slaapkamers. Die bovenverdieping is dus heel ruim. Apart toilet vindt u daar, nog een bergruimte. En ik zei al 5 slaapkamers, waarvan hier aan de achterzijde 3 zijn. 2 hele ruime kamers. Deze wordt gebruikt als een kantoor, hobbykamer. En dan hier achter 2 grote slaapkamers met een dakkapel. Hier ook allemaal goed dubbel glas, HR++ beglazing. Geïsoleerd dak en heel veel ruimte. En dan deze slaapkamer, ook een hele leuke kamer die heel speels is, doordat de hoogte gebruikt is. Je kijkt hier mooi tegen de nok in. En het laatste gedeelte van de nok is gebruikt als een soort entresol. Daar zou je zelfs kunnen slapen als het moet. En hier ook weer een dakkapel met natuurlijk schitterend de inkijk recht in het bos. Ja, ideaal natuurlijk een apart toilet. Hier nog een bergruimte. En hier ook weer een eigenwetse badkamer. Vaste wastafel, ruim lichtbad, hoekbad en een inloopdouche. En dan zijn er nog 2 ruime slaapkamers. Hier ook weer zo'n groot dakkapel met rolluiken. 2 slaapkamers aan de kant, hier achter mij en hier opzij de oude slaapkamer. En ook hier zorgen weer de grote raampartijen voor heel veel lichtinval en een mooi uitzicht op het groen. Ja, een huis met enorm veel mogelijkheden. Te veel om op te noemen, te veel ook om te laten zien. Maar dit is echt een plek, een huis wat u moet beleven. Daarom van harte welkom dit te komen bezichtigen. En u zult in werkelijkheid nog versteld staan over wat hier te bieden is. De plek, de rust, de ruimte die u hier heeft en de mogelijkheden. Ik zou zeggen, kijk vast op de website voor meer informatie. En van harte welkom voor een bezichtiging.
echt is hier permanent genieten. Dus ik neem het er nog even van. Ik zou zeggen, neem uw zwemmer ook mee bij een bezichtiging. Van harte welkom.